Ik ben hier in Brint, ik moet weten waar ik ben. Oh, we zijn op dit moment... Ja, wacht, dan kom ik aanlopen. Beverwijk. Henk, waar zijn we? We zijn bij de sporthal in Beverwijk. Daar is op een gegeven moment een Indo-feest aan de gang. Dat is ongelooflijk. Het loopt hier allemaal in het wild rond. We gaan nou kijken. Ja, we waren toch al klaar, Tom? Dacht het over ons. Oh, dacht je dat die mensen voor jou kwamen, Tom? Ja. Denk zo. Lekker druk geworden. Jij dacht dat het voor het weekend was voor volgende week, ja, zeker? Van kunst van TNT. Hey, wat is er volgende week dan? Volgende week hebben wij een hele grote expositie. Dit is trouwens Peter. Dat ben je. Heb ik vroeger ook nog wat meegedaan. Hé, Peter? Ja. In de muziek? Nee, in de muziek. Ik geloof er niks van. Nee. Zing jij zo'n liedje voor die mevrouw? Dat heet Bruine Ogen Huilen Niet Kidden. Ja, nee, die ken ik. Ik ken wel die van die rendier. Kut. Nee, maar volgende week hebben we een heel leuk weekend. Want dan hebben we 2 dagen kunst en muziek. En ik heb net die oude van de Blue Diamonds ingecalculeerd. Die komt ook. Oh ja? Ja. Jules. Hey. Ik heb ooit van Jules een 12-snarige gitaar gekregen. Ja. Omdat ik de belettering van zijn winkel heb gedaan. Ja. De letters zijn weg, maar de gitaar heb ik nog, Jules. Nou, Jules heeft een muziekzaakje gehad. En toen ik nog een zaadje was, Henk. Nee. Europaplein. Ja. Wie heeft daar de verwarming voor jou aangesloten? Ja, dat was jij. Hebben wij dat wel eens afgerekend, Jules? Ja, 3 keer moest ik afrekenen. 3 keer heb ik dat is toch godverdomme. Hallo, ja. Ja, la, 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 la. Erg, hè? Ook volgende week. Ja, ja.